dan hebben jullie dat opgehangen. Yes. De foto's hebben we nu. Kunnen we het even terug? Wauw, wat gebeurt er daar? Er gebeurt iets daar, oké. Er is een opstootje daar, ik weet niet wat en wat. Mensen worden afgevoerd. Oké, wat gebeurt er hier? De inheemse worden dus dan tegengehouden door de politie. Er wordt gevochten. Die mensen worden gestoten hier. Wat er komt. Oké, dit maken we ook mee hier in Sanderé. De politie gaat die mensen hard aanpakken. En dit is live wat we hier meemaken. Nee, je moet niet aan onze camera komen. Niet aan onze camera komen. Oké, en we brengen live voor je wat er allemaal hier gebeurt. Dit is wat er hier gebeurt. Bij de komst van Rutte. Dat deze mensen verwijderd worden omdat ze hun... Oké, er wordt gevochten hier met de mensen. Dit is breed wat we meemaken en mensen worden afgevoerd. Mensen worden hier afgevoerd. En deze man wordt afgevoerd. Live DTV vanuit Sanderij. Wij zijn burgers. We mogen opkomen voor onze rechten. Ja? Wij zijn burgers. En weet je wat er gebeurd is? Ze begonnen die jongens te slaan. Ik ben getuige. Ja, we hebben het ook live uitgezonden. Het kan niet. Dat kan niet. Ja, burgers in dit land hebben recht van praten. Ja? Waarom moeten ze slaan? Ja? We zijn geen honden. Ja? We zijn mensen. We zijn burgers van dit mooie land. Waarom verpesten ze het? Waarom verpesten ze het? Waarom? Waarom? Ja, maar iemand, mensen, je broedoe jong. Je broedoe. Deze man heeft bloed. Staat er maar naar Kina even zien. Nou, aboei. Aha, aboei. Ik ben geslagen. Zomaar. Zomaar. Kan niet. Zomaar. Een hele opstoot hier. De politie is dus dan bezig hier de mensen te verwijderen van hier. Ze willen protesteren. Ze vinden dat ze dat Nederland de grootste occupant is en ze willen hun stem laten horen. Maar dat wordt tegengehouden hier. Rutte is al geland. Het vliegtuig is al op de luchthaven. Hebben we net gezien. Hij moet dus daar hier langs komen. Ze hebben iemand in de auto gezet, een van de inheemse. En ze eisen hier dat die man dus dan eruit komt. Was snap jaso. Jaso was napelijk van je tegen. Wat is de man dat zei? Hé, niet afstraat. Ik wil mijn cowboy vrij, kom snap dappen! 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 Ze moeten weg van hier en dat willen ze niet. Ze moeten heen, moeten deze plaats verlaten. Ze moeten deze plaats verlaten. Hé, dat maakt ook een mopoja. Na Ingi Doti. Geen gelegenheid, dus ja, zo na Ingi Doti, mijn man. Ik ben nog steeds op de openbare weg. Ik denk dat Rutte nu komt. Rutte komt eraan. Ja, hier gaat het. Rutte gaat langs. Rutte gaat langs. Hier gaat Rutte langs. En hier zie je de auto's. Met meneer Rutte die in ons land is gekomen. Eigenlijk lijkt van wij zijn aan onze opbewoning. We komen dat we vast voor zorg door onze kondre. Dat we in die volk de bewust nou. Voor alle dingen onrecht zijn doen.
en voor dat we kom op nonu. Maar nou sa ushi en voor zode voor trek na abel taku de dem ster unu. Dem ter unu. Maar dat nap sa we shi tap wan falak gemeen fasi we kong uno belemmer no wan passi uno belemmer no wan smas. Maar we shi taki wat onze eigen mensen toch en proberen voor unu voor fit nanga unu broken de borden voor unu zonder voor lazy tap den borden if you go look at den borden toch one through one gaya shitaki sot sani de jaso voor you kan fit nanga unu nadat we hebben vernomen dat premier Rutte komt hebben wij gezegd wij gaan hem een punt wijzen we gaan hem kenbaar maken over het onrecht dat de inheemse in dit land is gedaan ja door zijn voorouders. En dan zeggen wij, als er recht en waarheid bestaat, dan moeten we dit herstellen, dit onrecht. Want het is onrecht wat hun voorouders hebben gedaan. Ja, het kan niet. Ja, we hebben geprobeerd, we hebben met de mensen gesproken, we hebben niks verkeerd gedaan. De mensen kwamen aangelopen en de afspraak is 1 meter achter die balk daar zo die men heeft gelegd voor de weg. En dat we daar alleen de borden zouden wijzen. En onze slogan naar de premier zeggen, Nederland de grootste occupant, want dat is het. Ja, het is niet anders. Dit land is nooit verkocht of verpand aan Nederland. Er is geen enkel document. Dit land behoort de inheemse toe. En men probeert dit door te drukken om het onrecht te legaliseren. Ja, gaat u naar de geschiedenisboeken. Men probeert alle soorten vervalsingen om dit onrecht te legaliseren en dat mag niet. Er is landroof gepleegd. Ja? En daarvoor moet er ineens gecompenseerd worden. Niemand moet compensatie gaan zoeken. Want ze zijn gecompenseerd met land. Want in land van herkomst hadden ze het goed. En wij hebben allemaal hier omarmd. We brachten de voor liefde naar ding. En meer shit die aan de day. Smaan een lobby aan contradictie. Men wil eenmaal misbruik maken door macht en rijkdom te vergaren. Dus de inheems, ze moeten gecompenseerd worden door Nederland? Ja, tuurlijk, door Nederland. De boodschap die wij naar buiten willen brengen, is dat we niet tegen zijn. We willen herstel. Ja? Want wij hebben op 2 december vorig jaar een petitie ingediend bij de Nederlandse ambassade. En ze hebben 3 maanden gelegenheid gekregen om een reactie te geven. En dat is nooit gebeurd. Omdat men de inheemse niet ziet. Maar zo trots dat Noel de Chibitane was, we zijn hem dankbaar dat hij die profetie heeft uitgesproken. Want hij leeft nog. Eens zullen de kinderen van dit land opstaan en dit onrecht aanvechten. En de tijd is daarvoor nu aangebroken. Yeah. Nederland moet het weten. Nederland moet weten dat wij ook internationaal Nederland voor het gerecht gaan dagen over dit onrecht. Yeah. Yeah. Yeah.